Er was iets. Maar wat? Het mysterie van de melkrobots gaat over Johan van Rijthoven, dat is een Brabantse boer. Maar de film laat eigenlijk zien dat er bij sommige boeren of bij boeren maar iets heel kleins mis hoeft te gaan. En dat dat dan meteen enorme gevolgen heeft. Alle boeren die problemen hadden met melkrobots, die waren op de rand van overspannenheid instorten. Je weet echt mijn naam. Als koei werd leegmoord mee, precies hetzelfde aan het doen als wat je in die kutrobot kreeg. Nou, dit is best een moeilijk verhaal. Dit is geen juichend. Dit laat wel echt een beetje de moeilijke, aangrijpende kanten zien van het boerenbestaan vandaag de dag. Je ziet een bedrijf kapot gaan en de grote bazen hebben het lot van jou in hun handen. De film is in Utrecht, het Nederlands Filmfestival, in première gegaan. Dat was echt heel. Het was een ontzettend ontroerende en emotionele première. De hele familie was er natuurlijk en heel veel betrokkenen van de film. En nu wordt die vertoond in. We beginnen nu in Brabant in allerlei filmhuizen, speciale vertoningen. En, nou, langzaam maar zeker. Verspreid over heel Nederland. Ik wil een nieuwe stad maken. Ik schrik nergens voor. Ik schreef het op het dak. Daar ben ik helemaal klaar mee.